Hoi! Vandaag gaan we cijferend rekenen, cijferend optellen. We zien hier de som 253 plus 527. De eerste stap is dat we ze onder elkaar gaan opschrijven. Dat heb ik al voor jullie gedaan. Vervolgens gaan we de eenheden bij elkaar optellen. 3 plus 7 dat is 10. De eenheden in de 10 die kan ik vast opschrijven. Dat zijn een 0. En het aantal tientallen schrijf ik erboven. Dat is er 1. Vervolgens ga ik er optellen. 1 plus 5 is 6 plus 2 is 8. Dan nog alleen de honderdtallen. 2 plus 5 is 7. En een 780 is het juiste antwoord.